Voel je je onveilig hier in het winkelcentrum? Nee, eerlijk gezegd niet zo eigenlijk. Wel veilig in het winkelcentrum. We doen niet dagelijks onze boodschappen tussendoor voor de pauze. Niet per se onveilig, maar ik heb wel het gevoel dat er een bepaalde sfeer hangt waarvan ik denk dat er wel wat aan gedaan kan worden. Bijvoorbeeld als er hier mensen rondhangen, dat de politie wel eerder kan zeggen van goh, daar zou wel iets achter kunnen zitten. Merk je wel wat van de overlast? Ik zie dat hier veel mensen onder het winkelcentrum een beetje hangen. Voor de deur staan wel altijd een bepaalde groep mensen die om geld bedelen. Dat is wel vervelend. Wat ik al zei, het is niet bepaalde overlast, maar het is toch een bepaalde sfeer die je proeft. En waardoor je toch een soort van alertheid krijgt bij jezelf. Heb jij een oplossing om die overlast op te lossen? Je hebt al... Ja, misschien een plek waar ze kunnen hangen of zo. Maar dat merk je al bij het pleintje van het tak, bij het Wilmingplein. Daar hangen ook best wel veel mensen overdag. Dus ik zou het eigenlijk niet zo goed weten. Ik zou anders gaan praten met de gemeente Enschede misschien. Om te kijken of zij oplossingen hebben. En ik weet niet of er beveiliging rondloopt. Of dat zij misschien wat kunnen betekenen hier in dit winkelcentrum. Om de veiligheid iets beter te maken. Nou, misschien dat de politie meer zou kunnen surveilleren. Dat ze hier rondrijden om te laten zien dat ze er zijn. Dat zou misschien een oplossing kunnen zijn.